Hallo mensen van Wargamen, leuk jullie te kijken naar deze video. Vandaag speel ik met jullie Super Hot Game. En Super Hot Game, dat is een game die ik heb aangeraden gekregen door heel veel kijkers, door vrienden en ook door andere YouTubers. Super Hot Game is een game waarbij als je loopt, gaat alles gewoon op normale snelheid. Ik kom mijn woorden niet eens uit, joh. Maar wanneer je stopt, gaat alles slow motion. Dat is heel erg vet, want je hebt dus ook scènes in de game waarbij je mensen moet doodschieten. En als je dan stopt, zie je ze dus allemaal slow motion uit elkaar klappen. En dat is dus enorm vet. Website waar je op deze game kan spelen is superhotgame.com. De link staat bovenaan in de beschrijving. Dus voor de mensen die hem ook graag willen spelen, check even de link in de beschrijving. En dan kun je hem ook lekker gaan spelen of recorden of wat je er ook mee wil doen. Je kunt er ook op FAP als je dat leuk vindt. Maar dit moet je helemaal zelf weten. In ieder geval, Super Hot Games is een game waarbij als je stilt gaat alles slow motion gaat. En als je loopt gaat alles op normale snelheid. Dit is de eerste keer dat ik het speel trouwens, voor de mensen die dat niet weten. En er staat Take Him Down. En als je dichterbij loopt gaat dit aan Take His Gun. Ja, hoe dan? Click to take down enemies. Oh, dat is echt heel simpel. Kijk, nu zien jullie alles slow motion, maar wanneer ik loop gaat alles dus gewoon snel. En dat vind ik persoonlijk heel vet, want dat geeft gewoon een hele leuke draai aan de game. En daar zie je iemand staan. Kill him. Kijk. Ish. En als je dan loopt, gaat het gewoon snel. Bijvoorbeeld als je nu een headshot probeert te maken. Kijk, nu zie je die kogels heel erg langzaam voor je voorbij gaan, omdat ik stilsta. Dan zie je... Oh, kut, ik ben dood. It's about time. Ik vind het heel vet. Ik vind het een hele vette game. Dat moet ik eerlijk toegeven. Ik hoop ook dat jullie hem vet vinden. Ik weet niet of ik dit vaker ga doen op Doomer Game. Het is meer of meer gewoon eens een keer om uit te proberen. Omdat veel mensen het mij hebben aangeraden. En stel voor jullie denken. Oh joh, dat is zo vet man. Dan moet je echt een keer vaker doen. Dan kun je het hier beneden laten weten in de reacties. En misschien ga ik het wel vaker doen. Ik weet het niet. Maar ik vind het effect gewoon heel leuk. Dat als je loopt. Dat je bijvoorbeeld die ventilator heel snel ziet gaan. Of ik weet niet hoe dat ding heet. En als je dan stopt. Dan zie je hem heel langzaam gaan. En dat vind ik heel vet. En dat is denk ik ook de reden waarom ik dit zo vet vind. Dit is trouwens de trial version, moet ik toegeven. Als jullie dit nou echt super leuk vinden en jullie gaan echt massaal duimpjes achterlaten. Misschien koop ik hem wel een keer, dat weet ik niet. Als jullie hem nou echt leuk vinden en jullie willen dat ik het vaker ga doen, dan dan koop ik het misschien wel een keer. Oh, ik schoot op hem, maar het kwam in hem. Holy shit. Ah, je moet kijken. Oh, what the fuck. Take down an enemy or get a gun from floor. Ja, what the fuck? Hoe de fuck moet ik hem nou uitschakelen als hij een pistool heeft en ik niet? Het zal hetzelfde zijn als ik op iemand afrennen terwijl hij een mes heeft. Dat is toch niet zo slim. Dat doe je toch niet? Dat slaat ergens op. Oké. Nou, daar gaan we. We moeten eerst hem uitschakelen. Dan krijgen we dus dat pistool. Dat is niet zo moeilijk. Ja, ik weet hoe het moet. Even het geluid voor mezelf wat zacht, want ik word er schrijfziek van. Maar mijn mening hierover is gewoon dat het een hele leuke game is. Het is vermakelijk, tenminste tot nu toe. Dus als de eerste keer dat ik het speel, ik speel tot nu toe ongeveer 3 minuten. Dat is ook de eerste 3 minuten van mijn hele leven dat ik het speel. Nu heb ik zijn pistool. Ja. Oh yeah. Super hot. Super hot. Super hot. Super hot. Oké, we gaan nu dus naar het volgende level toe. Oh, what the fuck. Ik vind het echt zo vet, hè. Dus ik heb echt een beetje... The Matrix voelt het een beetje. Het voelt echt als The Matrix. Ik denk wel dat jullie die film kennen. Dat is zeg maar een film waarbij je dan... waarbij die mensen zeg maar een soort van leven in een videospel. En dan... dan kunnen ze ook allemaal van die vette moves. En dan gaat ook alles altijd slow motion. Het ziet er echt heel vet uit. En dat is eigenlijk bijna precies hetzelfde. Dus ik oeh, what the fuck. What the fuck. Shit. Oh, damn son. Ja, dat is best moeilijk. Nu kunnen jullie een beetje indenken hoe moeilijk dit is. Ik zet de link gewoon bovenaan in de beschrijving. Dus als jullie denken, joh, het ziet er heel makkelijk uit. Probeer het zelf. En je kunt altijd een link in de beschrijving zetten als jij deze game... Of in de beschrijving, dat zou een beetje raar zijn. Je kunt altijd een link in de reactie zetten als jij dit ook hebt gedaan. En jij wil dat ik het ga bekijken. Dan kan dat gewoon. Hoppakee. Oké, daar heb je er een. Oh yeah, headshot. Come on. Oh, shit. Oh, ik wil ook springen. Oh, dat wist ik niet eens, joh. Moet je nagaan. Ik kom ook nu pas achter. Halverwege de episode. Oh, je kunt springen. Ja, dat kan, joh. Dat kan. Hoppakee. Daar is eentje minder. En hoppakee. Ja, en hoppakee. En hoppakee. Oh, yeah. Super hot. Wauw, ik vind het echt een vette game. Misschien ga ik hem ook al, zouden jullie het niet leuk vinden. Misschien koop ik hem wel gewoon om lekker te gaan spelen. Want ik vind het echt een leuke game. En ik hoop natuurlijk wel dat jullie hem leuk vinden. Ik ga er in ieder geval mijn best voor doen om het zo leuk mogelijk voor jullie te maken. Dat doe ik op dit moment ook. Misschien kan ik hem vanaf hier al raken. Oh, grab the gun. Oh, dan moet je... Oh, shit, je. Dat is moeilijk, ouwe.
Kijk, oh, nu snap ik hem. Oh, dat is moeilijk. Ik heb het idee dat je gewoon de hele tijd een stukje rechtdoor moet lopen en dan achter zo'n pilaar moet schouwen. Dat is denk ik wat je moet doen, maar ik durf het niet zeker met zekerheid te zeggen. Oh ja, by the way, ik neem deze video tegelijkertijd op met Movie Maker en met OBS. En daarna edit ik het nog een keer met Sony VK. Dus ik doe er extra veel moeite voor om deze video's te maken. Normaal gesproken render ik mijn video's namelijk niet. Ik neem het namelijk gewoon rechtstreeks op met OBS en upload het. En ik doe dus wel veel moeite om dit voor jullie te maken. Maar ik vind het leuk om te doen. Dus ja, ik hoop dat jullie mij erin supporten en dat jullie het ook leuk vinden. Dus ja, laat het hier beneden natuurlijk even weten in de comments. Ja? Ja? Hoi! 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 Dat is echt totaal geen Chinees of zo hoor. Dat is gewoon mijn strijdkreet of zo. Geen idee. They keep coming. Ja, dat heb ik. Dat weet ik. Eerst jij. Oh. Oh, dit is echt zo vet, hè? Dit is echt. Dit is, ik zou niet mijn favoriete game, ga ik niet zeggen. Dat klinkt zo skeer. Maar omdat ik hem maar één keer speelde. Maar ik vind het echt zo vet, dit. Hier kan. This is art. This is art. Oh, zo fucking genius dit, hè. Zo fuck. Hey! Nee. Oh, nee. Eén minder. Ah, kut. Dat is echt. Dat is dus het venijnige aan deze game. Je ziet bijvoorbeeld de kogel echt een stuk verder voor je uit. Maar je moet onthouden dat als je dan naar rechts gaat, dan loop je echt recht in die kogel. En dat is dus het moeilijke aan deze game. Maar ook wel weer het leuke. Ja, daar ging ik al bijna weer de mist in. Ja. Die nog. Oké. Okay. Hoppakee. Ah shit, nu ben ik het alweer kwijt. Oh, laat mij door. Ah shit, ik ga weer dood. Dit is moeilijk, ouwe. Ik zweer het je. Dit is echt veel moeilijker dan je denkt. Ik heb dit ook wel een keer bij andere YouTubers gezien. Ik heb dit trouwens leren kennen via Dagelijks HD. Via een goedgekeurd video. En ik heb het uiteindelijk bij een paar jongens met mij in de klas gezien. En dat was voor mij een soort van de doorslag van... Ja, weet je, ik ga het gewoon eens een keer spelen. Misschien vinden mijn lieve kijkers het wel leuk. De DMG'ers. Oh, kut. Bam. Oh, het staat een stoel. Het staat ook gewoon heel random een stoel. Trolling is an art. Oké. Okay. Boom. Shit. Ah, shit, man. Hoe de fuck kun je dit doen? Ik vind het echt een moeilijke game. Maar ik vind het heel leuk. Ik denk dat ik hem ook ga kopen. Ligt aan hoe duur die is. Ik ga eerst natuurlijk even kijken naar wat jullie ervan vinden. Daar ben ik namelijk heel benieuwd naar. Oeh. Oh. Ho. Ik ging snel. Oh yeah. Dat is er eentje minder. Oké. Okay. Deze game is echt zo epic. Hier zouden ze echt eens een keer heel veel moeite moeten steken. Om zeg maar het concept hiervan. Is namelijk echt prachtig. Alleen het is natuurlijk iets minder goed uitgewerkt. Omdat het zeg maar niet een game gemaakt is door Sony of zo. Dus dat zouden ze moeten doen. Zo'n bedrijf. Zoals bijvoorbeeld Sony. Of iets in die trant. Bijvoorbeeld de makers van de PS3. Ik weet niet hoe dat allemaal zit hoor. Met wie die dingen maken. Maar als nou echt een echte game developer. Dit echt zou gaan uitwerken. Dit concept. Dat zou echt een. Ja, dat zou echt een hit kunnen worden hoor. Ik lieg niet. Dat zou echt nog wel eens wat kunnen worden. Want het idee is echt heel vet. Ik vind het echt heel leuk bedacht. Oké, okay, nice. Het is wel moeilijk om hier een commentary bij te geven. Want je moet natuurlijk heel erg geconcentreerd bezig zijn. Want anders word je dus gewoon doodgeschoten. Zoals ik hier al bijna beleef. Oké. Okay. Daar staat er ook weer eentje. Waar? Schiet ik ook echt door? Ja, ik schiet gewoon door. Oh, die was echt scare. Ik zag hem echt... Gewoon vol, die kogel zag ik echt vol voor me. Hoppakee. Kijk, één ding bij deze game kan ik je wel vertellen. Tenminste, dat is nu wat ik aan ervaring heb opgedaan. Je kunt nooit gewoon random door het level heen rennen. Dan zul je zien dat het niet werkt. Je moet echt gebruik maken van de slow motion. Van het slow. Is dat de slow motion of het slow motion? Geen idee. Het gaat in ieder geval dat jullie begrijpen wat ik bedoel. No bullets. Hey! Ha! Hoi! Ting! Ting! Ha! Ish! Nice. Je moet echt soms heel goed richten hoor. Vijf!
Oh, zoveel moet ik er nog uitschakelen. Hoeveel nog? 3. Kut. Kut, man. Holy shit, wat is dit moeilijk. Ik zit echt zo geconcentreerd. Ik vind het echt een hele leuke game, mensen. Ik vind het echt heel erg leuk om dit voor jullie op te kunnen nemen. Ik hoop ook dat jullie hetzelfde erover denken. Oké. Die eerst. Oh shit, wat doe ik nou? Die moet eerst weg. Dan moeten we naar die daar. Zijn er nog maar 8? Of nog maar 8? Die daar. 7. Oké. Oh, daar. Doei. Ja. Oh shit. Hoppakee. Oh shit. Dat hebben ze zo scheidhekel met no ammo left. Daar moet je ook in één keer goed raken. Anders zonder van je kogels. Ah. Fuck, man. Oh damn, son. Dit is moeilijk. Jullie moeten even in de comments achterlaten of jullie nog tips voor mij hebben. Ik ga er namelijk wel vanuit dat er ook wat ervarender spelers tussen zitten dan mij die dit kijken. Er zijn namelijk wel meer mensen die van deze game hebben gehoord. Ik geloof ook dat het best wel viral aan het worden is op dit moment. Ik zie het namelijk telkens meer YouTubers spelen. En ja, ik moest het ook gewoon eens een keer doen, vind ik. Ik vind het een hele vette game. Tenminste, het zag er heel vet uit. En het is ook heel vet, kan ik je vertellen. Kunnen ze ook lopen? Doei. Hop. Doei. Hop. Dat is vet, hè. Je kunt gewoon schieten en dan kun je gewoon weglopen. Dat maakt niet uit. Je hoeft niet op dezelfde plek te blijven staan. Kijk, ik doe het. Schiet en je loopt weg. Ah. Oh, hij pakte mij. Hij owned mij, jongen. Ik zei echt, ik wou het even zo'n beetje voordoen. Hij komt opeens zo van, hé, nee, je doet het niet voor, lul. Wacht. Kijk. Holy shit, son. Dit is moeilijk. Schiet hier doorheen dan. Dan. Tjum. Als ze neergeschoten worden, dan... Ja, het zijn een soort van... Het heeft ook echt iets weg van zo'n... ik weet niet of jullie dat kennen, maar een soort van virtual reality. Ik denk echt dat je dit zou doen met een met zo echt zo'n ding op, zeg maar. Met zo'n masker. Dat zou echt epic zijn. Hoppakee. Hoppakee. Kut. Nog één keer, mensen. Dan sluit de episode af. Dan heb ik het eigenlijk wel weer gezien. Tenminste, dan heb ik het niet gezien. Dan wil ik het echt nog wel meer doen, hoor. Maar voor deze episode. Ik weet ook niet hoe de fuck lang ik al bezig ben. Maar het is wel leuk. Doei. Doei. En doei. Kut. Oh. Doei. En doei. En doei. Ja. Nou, mensen, ik wil even kijken, vind je dit nou leuk? Vergeet niet even op dat groene duimpje te klikken. Als jij nou echt wil dat ik dit ga kopen, dat ik er echt een vaste serie van ga maken. Ik zou het heel vet vinden, want ik vind het echt super leuk om dit te doen. Echt enorm leuk. Laat even een duimpje achter. Deel deze video natuurlijk even met je vrienden. En als je hem nou echt heel leuk vond, laat hem even, voeg hem even door je favorieten. Ik zeg ciao.